Welkom bij ValueJagers Podcast. De podcast over beleggen en goedkope aandelen. kiezen onze analisten er dan voor om te beleggen in crypto-aandelen? Ik bedoel, wat voor soort aandelen zijn die dan? Want ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld, een, een, een Tesla. Bijvoorbeeld. Uh, die heeft ook cryptocurrencies op, op zijn uh, balans staan, maar daarin gaan we voornamelijk niet uh, dan investeren, denk ik. Wat, wat voor het soort aandelen dan wel? Ja, om te beginnen. Um, dus, er zijn heel veel mensen die nog schrik hebben van, van cryptomunten. munten. moeten dus eigenlijk um, ja, een, een crypto broker, een account openen. Um, het is allemaal heel eenvoudig, maar toch zijn er heel veel beleggers die daar toch terughoudend tegenover staan. Mm -hmm. Dus zijn wij gaan kijken naar een, een alternatief in de, in de zin van crypto-aandeel. Dat zijn dan eigenlijk beursgenoteerde bedrijven die uh, voor uh, ofwel 100% ofwel voor een heel groot deel te maken hebben met de cryptomarkt. markt um, dat is een aandeel die je gewoon via je, je bank of je broker kan kopen. Enerzijds. Um, Biedt dat voor ons, dat zijn eigenlijk de, de picks en shovels van de, van de crypto-industrie, noemen we dat. Dus, uh, en, dat is, uh, enkele eeuwen geleden was er dus een gold rush in Californië. En de enige die er rijk van worden, geworden is, is degene die dus de, de, het materiaal leverde aan de, aan de goudzoekers. Dus uh, dat zijn de picks en shovels, heet dat. En um, dat hebben wij in de crypto-industrie ook. Um, dus daar zijn heel veel mooie bedrijven te vinden die die een volledige blootstelling hebben aan de, aan de cryptomarkt, die dus gewoon via een aandelenbroker te koop zijn. Dat is ten eerste interessant. Um, ten tweede, niemand doet zoiets. Wij zijn de enigen die zoiets doen. Um, dus zelfs, ik heb al gezocht internationaal, kom ik geen, of, uh, geen, geen subscripties tegen die research doen, puur en alleen naar crypto-aandelen. Um, mijn mijn ogen dus vrij uniek en, en, en zeer interessant dan ook. Um, nu welke aandelen komen er aan bod um, het bekendste aandeel dat we in onze selectielijst hebben is uh, Galaxy Digital, dat is van Mike Novogratz. die hebben een um, dat is eigenlijk een cryptobank um, dus die doen alles die doen, uh, die doen investeringen in, uh, in, in kleine crypto uh, projecten die doen um, aan crypto mining die, doen, die geven leningen die geven consulting dat is eigenlijk een de Goldman Sachs van, van, van de cryptowereld. Uh, al die, die bestuursleden die hebben er ook een, een verleden bij. Goldman Sachs. Dus die weten wel wat en hoe ze moeten doen. Dat uh, is een prachtig bedrijf. Anderzijds vind je er ook uh, een zeer sterk groeiende crypto broker. Uh, niet Coinbase, want ja, dat kan iedereen uh, vinden en googlen. Uh, dus daar blijven wij dan bij af. Uh, bij jagers vind je alleen maar aandelen. Wat, het, wat je van denkt, oef, waar hebben ze die weer vandaan gehaald? Dus um, een zeer interessante crypto broker, niet Coinbase. We hebben een, een, een bedrijf dat zich profileert als um, de PayPal van, van de crypto. Dus die zorgt er eigenlijk voor dat er uh, via een software, dat er dus cryptomunten kunnen aangekocht worden via een PayPal-systeem. Mm -hmm. um, we hebben nog een andere bank uh, die die zich op de cryptomarkt heeft gestort, waar crypto-bedrijven crypto eigenlijk klant zijn. Dus die kunnen heel snel fiat geld omzetten naar, naar crypto geld via, hun, via dat systeem. Uh, die geven dan ook cryptomunten in onderpand, waardoor de, die bank met dat onderpand dan weer leningen kan aangaan aan, aan gewone particulieren en bedrijven. Alleen een heel, heel ingenieus systeem, uh, dat kan je er terugvinden. We hebben een crypto-miner, een bitcoin-miner staat uh, erin. Dus het zijn allemaal bedrijven die een, uh, die een blootstelling hebben tot de, tot de cryptomarkt, maar die dus gewoon als beursgenoteerd bedrijf gekocht kunnen worden.